Joep van Dille uit Zomerheide ontving op vrijdag 24 april de koninklijke onderscheiding lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving het lintje in het gemeentehuis in Zomeren. Joep, van harte proficiat. Dankjewel, Klaas. Ja. Gezakt voor uw Mijn cursus nee zeggen, ja. Ja, dat is inderdaad. Maar ik ben er vandaag wel echt ingeluist. Hoe mooi kan een dag beginnen, Joep? Ja, dat is inderdaad. Het weer werkt er al mee, dus wat dat betreft is het heel mooi gegaan, ja. Ja, we hebben ze weer ingelokt. Ja, dus we moesten even met de buurt, of het busje van de shop even... boodschappen kan doen, vlees halen en zo. En ik denk, waar rijden ze nou toch allemaal heen? Ja. En dan een foto maken voor de shop. Ja, maar dat schijnt dan ook gelogen te zijn, denk ik. Het zal niet zo voor de heise mensen niet zo moeilijk zijn geweest om jou hier in te lokken. Kijk, hij kreeg er nog een paar vuilniszakken bij. Ja, Joep. Inderdaad, ja. Waar heb jij voor gedaan voor de hei? En nog? Ja. Je bent ervoor, dus je moet toch wat te doen hebben. Hè. Dus, je kunt niet achter de geraniums gaan zitten, hè? Dus dat is ook wel zo. Je kan beter helpen als geholpen worden. Ja, ook daar, ja. Je nog in lengte van jaren nog veel kan doen voor de hei. Al wordt het, hoe ouder dat je wordt, een beetje minder. Dat is met iedereen. Ja, maar ze zal het wel voelen als je weg bent. Ja, zo kan het, ja. Maar dat staat er toch al genoeg weer in de rij, denk ik wel. Hè? Dat komt allemaal wel goed, maar ja. Verbergen. Op mijn mond verschijnt een glimlach.